Van de beschikbare 558.000 euro voor mijn wijkplan is nog bijna 2,5 ton over. Via mijn wijkplan kunnen Nijmegenaren ideeën indienen om hun buurt te verbeteren, door bijvoorbeeld speeltoestellen of stadstuintjes. Maar minder dan 2 maanden voor het einde van het jaar is pas 326.000 euro van het jaarbudget uitgegeven. In 6 wijken is zelfs nog helemaal niets uitgegeven aan wijkinitiatieven. In een aantal wijken is er juist te veel geld uitgegeven. De gemeente gaat dit compenseren met wijken waar er nog geld over is. Het geld dat over is, kan waarschijnlijk worden ingezet in 2022. Het is niet met zekerheid te zeggen hoe het komt dat er nog zoveel budget over is. Wellicht zijn niet genoeg bewoners op de hoogte van mijn wijkplan, of is er te weinig behoefte aan nieuwe initiatieven.